Je kijkt naar het Weersjournaal van Weerplaza. Er trekken wolkenvelden over Nederland. Misschien dat er hier en daar zelfs een spatje regen of motregen valt. Maar op de meeste plaatsen is het droog en in het zuiden breekt de zon wel af en toe door. Misschien in het eind van de ochtend ook op andere plaatsen. Maar vaak houden wolken nog wel de overhand. Vanmiddag heeft de zon wel wat meer ruimte. Mogelijk ontstaat er in het binnenland een enkele bui. En misschien dat er in het noorden ook nog wat gespetter plaatsvindt. Verder lopen de temperaturen flink op, in het noorden tot iets boven de 20 graden. En in het zuiden lokaal al naar 25 graden. Vanavond verandert er niet zo heel veel. Vannacht blijft er een buitje mogelijk, met name in het noorden en in de kustgebieden. En het koelt langzaam af tot waarde rond 14 of 15 graden. Morgen loopt het kwik weer vlot op. Het blijft op de meeste plaatsen droog. De zon schijnt af en toe. Er zijn veel sluierwolken, dat wel. 23 graden in de kop van Noord-Holland tot 27 plaatselijk in het zuidoosten. Een eerste zomerse dag van het jaar. Donderdag, dan buien, die verdrijven de warme lucht. Temperaturen gaan omlaag. Vrijdag en zaterdag lichtwisselvallig weer. En dan doen we het met 16 tot 19 graden. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.